deze nieuwe vlog van Woolies. Leuk dat je weer kijkt. In deze vlogs vertel ik graag meer over handwerken. En dat is vooral haken en breien. Als je dat ook leuk vindt, blijf dan vooral kijken. Zou ik super leuk vinden. Voor alle nieuwe kijkers, welkom. Heel leuk dat je kijkt. Ik heb meerdere vlogs staan over projecten die ik gemaakt heb de afgelopen tijd. Ik deel veel op Instagram, waar je me kunt volgen. En natuurlijk ook in deze vlogs op YouTube. Als je me nog niet kent of nog niet zo lang volgt, ik ben gestart met Woolies. Woolies is een klein merk met gehaakte babyaccessoires die ik ook verkoop via Etsy en via mijn website. Kijk op Instagram bij het Woolies en dan zie je precies waar ik mee bezig ben. Daarnaast ben ik ook een eigen andere persoonlijke account gestart. Dat heette tot voor kort Woolies Thuis. Ik heb dat onlangs veranderd naar Wereld van Woolies. Omdat ik graag ook meer dingen deel dan alleen handwerken op dat kanaal of op die feed. En waarbij je ook meer een kijkje krijgt in mijn leven. Maar natuurlijk voornamelijk geënt op het handwerken. En in deze YouTube filmpjes vind ik het leuk om daar nog iets dieper op in te gaan. En daar nog iets meer over te vertellen. Dus leuk als je kijkt. Even kijken, ik ben eind vorig jaar ben ik gestart met een project. Ik ben begonnen met al mijn handwerkjes af te maken. Eigenlijk alles wat ik in de kast heb liggen, waar ik ooit aan begonnen ben. En waar ik vervolgens niet zoveel aandacht meer aan heb gegeven of heel weinig aandacht aan heb gegeven. Die probeer ik op te pakken en af te maken. De welbekende UFO's. De unfinished objects of de WIPs, de work in progress. Al die dingen komen hier in dit filmpje voorbij. En ook natuurlijk in mijn vorige filmpjes. En waar ik de laatste keer uitgebreid over verteld heb, is wat ik nu aan heb. En dat is de Ballasty. Het is een patroon van Fibertails. Het is een super fijn, behoorlijk simpel, maar toch interessant patroon, vond ik. Ik ben nog niet zo heel lang aan het breien. Haken doe ik inmiddels al bijna 10 jaar, denk ik. En breien, dat is iets van de laatste, 3 jaar. En een kledingstuk had ik eigenlijk nog nooit gebreid. En toen kwam ik dit patroon tegen op haar account. Ik volg haar graag op zowel YouTube als op Instagram. En toen zij dit patroon gereleased had, wilde ik dat heel graag maken. Want het leek me een heel fijn, mooi basic shirt om mee te beginnen. En dat was ook zo. Ik ben er ontzettend blij mee. Het is gemaakt met Knitting for Olive, merino, met katoen gemengd. Het leek mij wel fijn om voor de zomer niet 100% merino te hebben. Omdat het toch een kort mouwtje is. Maar gemengd met katoen is het toch net iets luchtiger. En het draagt ontzettend fijn. Het valt heel soepel. Het is heel zacht. En ja, ik moet ook echt nageven. Gebreid kledingstuk is toch wel echt something else. Ik heb eerder wel een vest gehaakt. En ik heb regelmatig nog wat voor mijn kinderen gehaakt. Sokken brei ik ook. Maar dat is toch anders. Dit is echt een draagbaar kledingstuk die ik ook inmiddels best wel regelmatig draag. En ik ben er ontzettend blij mee. Dus zoek je nog een project wat niet direct heel ingewikkeld is. Dit stuk, het lijf, is eigenlijk toomloos rondbreien tot aan de oksels. Dan ga je heen en weer en dan is het iets... niet ingewikkelder, maar dan heb je iets meer dingen die je moet gaan doen, om het zo maar even te zeggen. Maar voor een startende breister is dit, of breier, is dit echt een aanrader. Dus bij deze, ik heb hem nu eindelijk ook een keer op beeld aan. Vorige keer had ik mijn geborduurde vestje laten zien, waar ik ook heel blij mee ben en ook heel trots op ben. En daar valt deze nu ook onder en dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat smaakte naar meer, want ik heb al eigenlijk de afgelopen tijd heel veel laten zien op Instagram over een gebreid topje. En dat is de Ripple Camisole. Jessie May Designs is degene die het patroon heeft gemaakt. En
Ik kan hem nu op beeld laten zien. Ja. De rippelcamisole. Allereerst zal ik wat over het garen vertellen. Ik heb jaren geleden, ik denk... Nee, ik heb dat vorige keer al verteld. Ik weet niet. Een aantal jaar geleden, echt lang geleden, 2017, 2018, heb ik een bol, merino wol, zelf geverfd. Dat was op een workshop. Weet ik het weer even niet meer. Draadkracht, dacht ik. Ik zal het linken in de beschrijving. Oh, stom. Maar goed, ik heb deze bol, of deze streng toen geverfd, zelf geverfd. We begonnen met een kleine streng. Ik vond dat uiteindelijk best nog wel ingewikkeld, als ik het zo mag zeggen. Je hebt zo'n mooie streng, onbehandeld wol. Helemaal mooi natuurlijk wit. En dan is het de bedoeling natuurlijk dat je dat verft op de manier zoals je dat wil. Maar wat je doet is direct blijvend. Ik bedoel, je kan het niet uitgummen of uitwassen of uithalen of wat dan ook. Dus alles wat je aanbrengt qua verf is ook meteen wat het is. En dat geeft best wel een beetje stress. Althans bij mij dan. Ik kan soms best wel perfectionistisch zijn. Dus het was best wel lastig om hier aan te beginnen. En dat kleine strengetje... Dat heb ik in hele andere kleuren gemaakt. Ik denk dat ik nog wel even een fotootje zal invoegen. Op het moment zelf vond ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik dacht ook, waarom heb ik voor deze kleur gekozen? Het zijn eigenlijk helemaal niet mijn kleuren. En toen ben ik maar gewoon een beetje gaan spikkelen en doen. En ja, uiteindelijk is het best een leuk stringetje geworden. Hij ligt nog steeds ongebruikt in de kast. Ik denk dat ik hem in mijn... Jeetje, het lijkt wel 7 dagen in mijn... Hoe heet... Ik ga even mijn boekje spieken. Want ik denk dat ik het er wel in heb gezet. Even kijken. Momentje hoor. Oh, wat erg dit. Northeasterly. De Northeasterly blanket. Daar ben ik een beetje mee bezig. Als ik wat restjes heb van sokken of dergelijke, dan verwerk ik die daarin. Dus ik zal ook denk ik dat strengetje erin gaan verwerken. Want dat is verder niet iets waar ik, waar ik echt heel blij van word. Dus ja, toen na dat kleine strengetje moesten we de grote streng gaan verven. En toen dacht ik, oké, focus. Ik moet nu echt iets doen wat mij mooi lijkt, wat mij leuk lijkt. En als je de streng hebt gezien, dan... of ik zal hem anders ook nog een keertje invoegen... Dan zal je zien dat ik eigenlijk gekozen heb om van heel donker naar licht te gaan. Dus ik ben begonnen met echt een beetje roestkleur. Althans, zo had ik het in mijn hoofd. Om vervolgens naar wat lichter te gaan. Het een beetje te vermengen met lichtgeel. Het moest eigenlijk een beetje beige voorstellen. Nou goed, dit is hem geworden. Ik weet niet of de camera de kleur goed laat zien. Ik heb veel foto's op Instagram staan. Ik heb een aantal foto's op Instagram staan waarbij je denk ik de string wat beter kan zien. Ja, het is uiteindelijk in real life is het iets meer oranje geworden. Echt oranje met geel. En ook dat zijn niet per se mijn kleuren. Dus dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Ik heb wel bedacht, als ik daar nu een leuk zomertopje mee ga maken... Dan vind ik het niet zo erg, want ik vind dit wel echt lekkere fijne zomerkleurtjes en dat is helemaal prima. Dus ik had het project uitgezocht, de Ripple Camisole van Jessie May Designs. Helemaal leuk. Lijkt me ook niet zo'n heel ingewikkeld patroon en een lekker wegbrei werkje. Ik was bang dat ik niet genoeg zou hebben, dus ik heb er nog een bol bij gedaan. En dat is weer deze. En deze heb ik niet zelf geverfd. Dat is een streng geweest uit mijn Knit Crate abonnement die ik ooit eens gehad heb. Als je daar meer over wilt weten, ik heb daarin verteld, of ik heb, even kijken, ik denk 2 vlogs terug, vlog 17 denk ik, heb ik daarover verteld. Dat heb ik na 3 keer stopgezet. 1 streng heb ik überhaupt nooit gekregen. Maar dit was er 1 van.
En de andere, daar zal ik zo nog even op terugkomen. Deze streng bevat ook wat linnen. En dat zie je ook wel goed in de... zie je, er zitten allemaal van die... linnen stukjes in. Dus hij is wat robuuster. En gemengd met deze is dat een leuke combi. Ik denk de kleuren matchen goed bij elkaar. En dan geeft het net even een wat meer gemêleerd effect. Maar ja, dan is het toch nog wel spannend. Van hoe gaat dat dan uitpakken als je de twee strengen samen gaat breien natuurlijk. Nou, dit is het geworden. Wat ik dus niet zag aankomen, overigens... het patroon is een 3x3 rib, dus mega stretch. Dus hij lijkt heel klein, maar je kan dit ontzettend uit elkaar rekken, trekken, waardoor die gewoon... althans, ik ga ervan uit dat hij goed past. Ik heb hem nog niet gepast. Ga ik overigens wel binnenkort doen. Ik heb niet van die rubbertjes... Maar ik heb voor bij deze set, ik heb een brei set. Misschien zal ik ook even daar een fotootje van invoegen van KnitPro. En je kan, als ik de, het is dus een interchangeable set. Dus ik kan de breinaalden eraf halen. En dan heb ik van die koppelstukjes erin zitten waarbij ik dus een tweede draad kan bevestigen. En volgens mij, maar ik heb het nog niet geprobeerd, als ik nou op beide uiteindes het koppelstukje plaats en daar dan weer de draad tussen zet, dan heb ik dus een extra lange draad. Dat is in ieder geval mijn plan om het te kunnen passen. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ik heb mijn maat genomen in het patroon en er zit, zoals ik zeg, veel rek in, dus ik denk dat dat wel goed komt. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb gekozen voor een... voor het om en om breien twee om twee toeren. In het patroon wordt gezegd, als je dat doet, dan kan je gewoon de... Even kijken waar het begin is. Hier. Dan kan je gewoon de werkende draad laten vallen. En dan pak je de nieuwe draad op. Je breidt vervolgens één of twee toeren. Vervolgens laat je die draad weer vallen. En je pakt de andere draad weer op. Nou, dat heb ik gedaan, alleen voor het eerst ook. Ik heb dat niet eerder gedaan. En waar ik toen achter kwam, is dat ja, als ik natuurlijk twee toeren doe. Hier zit het. Even kijken of je dat op camera goed kunt zien hoor. Ja, dan krijg je natuurlijk kleine gaatjes. Het is allemaal niet heel spannend. Even kijken of ik dat zo kan. Kijk, zie je hier tussen? De stukjes die aan elkaar zitten, dat is het moment dat ik de twee draden wissel. Maar daartussen, omdat ik natuurlijk twee toeren doe, zit daar dan een gaatje. Ja, daar had ik natuurlijk niet zo goed over nagedacht. Ook omdat het natuurlijk de eerste keer is dat ik dit doe. Ik heb er ook helemaal geen filmpjes over opgezocht, niks. Ik las dat patroon, ik zag dat staan. Ik denk prima, ik ga dat gewoon doen. Tot ik dus een stukje verder was en dacht, dit is toch niet helemaal je van het. Dus wat ben ik nu gaan doen? In die toeren dat ik... kijk, hier zie je nog het gaatje. En hier is het alweer dicht. Wat ik ben gaan doen is op het moment dat ik de tweede toer met dezelfde kleur brei... wikkel ze niet. Maar ik sla de draden dan even een keer om elkaar. En ga dan gewoon verder met dezelfde. Waardoor er dus een... Ja, een lusje zit en, ja, en je dus niet dat gaatje hebt. Dat ben ik nu gaan doen en dat pakt goed uit. Ook daar heb ik verder eigenlijk niet echt iets over opgezocht. Hoe je dat dan eigenlijk moet doen. Ik heb dat gewoon op gevoel gedaan. En voor nu lijkt het goed uit te pakken. Dus ik ga dat gewoon doen. En ik zie wel hoe het uitkomt. De kleurstelling, ja. Je ziet natuurlijk deze lopen. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik de streng natuurlijk van donker naar licht heb gemaakt. En in de lus van of in dat stuk van het garen zit dan natuurlijk heel geconcentreerd het allerdonkerste. Waardoor dat dus elke keer terugkomt. Ja, ik weet het niet. Ik ben er niet...
Ik ben er niet zo excited over als over deze. Hoewel, ja, dit is gewoon plain natuurlijk. Maar ik vond die kleur gewoon fantastisch. Deze kleuren zijn al niet echt mijn kleuren zoals ik net aangaf. En ook met dit patroontje erdoorheen. Het is niet dat ik het heel erg lelijk vind. Absoluut niet. En ik denk dat het voor de zomer ook prima is. Maar ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het ook tijd wordt bijna om te passen. Ik moet tot de borsten breien en dan ga ik verder met de cups en dan de bandjes. Dus ja, we gaan het zien. Het is een interessant project weer. En ik ben er iets sneller mee dan met mijn Bellestie. Het is heerlijk in het rondbreien. 3x3, het is een ontzettend mindful werkje. Als je echt iets meditatiefs zoekt... En je bent niet zo'n mediteerder, dan kan ik je dit echt aanraden. Want het is gewoon mindless doorbreien. Heerlijk. Dus ja, wordt vervolgd. Ik ben heel benieuwd hoe die uitpakt uiteindelijk. Ik denk wel dat die klaar zal zijn voordat het echt lekker weer wordt. Dus dan kan ik hem ook meteen gaan gebruiken. En ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Dan, ja, ik zei net al in het begin dat ik... eind vorig jaar besloten heb om mijn lopende projecten af te ronden. En ik heb besloten om daar ook echt iets mee te doen. Hè? Meestal is het zo dat je 1 of 2 projecten oppakt en dan vervolgens de rest weer laat liggen. Ik ben echt de kasten door aan het spitten en ik ben gewoon nog iets tegengekomen. Ik ga even een slokje nemen. Want het is... In mijn broodzak. Die kennen jullie inmiddels wel. Deze haak ik met de tulip. Dat is de enige tulip die ik heb. Dat was toen op een gegeven moment een enorme rage. Nou, noem je dat zo? Een hit? Ik weet het niet. Ik heb er toen 1 gekocht. Ik vind hem op zich wel prima, maar ik ben enorm fan van de clover. Allemaal zelf gekocht. Ontzettend blij mee. Echt heel fijn. Ik kwam dus nog iets tegen. Want ik zei volgens mij in mijn vorige filmpje dat ik wel klaar ben. Maar dat is helemaal niet zo. Een hele hoop vlogs terug. Nou ja, een hele hoop. Zoveel heb ik over niet gemaakt. Maar als je een stuk terugkijkt, dan zie je mij op een gegeven moment met een paar bolletjes. Het is een soort... vetertje. Het is een soort vetertje. Het waren bolletjes die ik gevonden had in de kringloop. Waar ik echt 50 cent voor heb betaald, geloof ik. En waarvan ik dacht, ik ga daar wat grappigs mee maken. Wat wilde ik ermee maken? Ik heb hier nog een stuk. Dat is deze. Het is een topje ook. Hartstikke leuk. Van For The Frills. De Sea Breeze Tank Top. Ook dat ga ik voor de zekerheid eventjes opzoeken. Even kijken. De Sea Breeze Tank Top van For The Frills. Ontzettend leuk. Ik vond het garen leuk, want het is, zoals ik al zeg, een soort vetertje. Het lijkt een beetje, het is een soort, het is katoen, geloof ik. Ik weet eigenlijk niet eens wat het is. Even kijken. Oh ja, 50% katoen en 50% acryl. Dus, hartstikke leuk. Maar je raadt het al. Ik kwam garen tekort. Best wel flink. Het voorpand had ik al helemaal klaar. Het rugpand was ik aan begonnen. Brei je haken. Je haakt eigenlijk hetzelfde voor de achterkant namelijk. Dus het zijn 2 gelijke delen. En ik kwam ongeveer, volgens mij tot hier. Volgens mij was dit de achterkant. Ik bedoel, dat is de achterkant. Ja, en dan moet nog een stuk aan voor het lijf. En dan nog de boord. Dus ik kwam super veel tekort. Ik ben wel op tijd gestopt hoor. Het is niet zo dat ik doorging van red ik het nog. Ik ben wel redelijk op tijd gestopt. Ik had nog 1 bolletje over. En ik zag al dat hem niet ging worden. Dus uitgehaald. Nee, niet uitgehaald dus. Ik ben verder gaan breien. Haken. Jeetje, wat heb ik. Sorry. Lekker warrig. Ik ben verder gaan haken voor mijn dochter. Ik denk, als ik het niet red voor mezelf,
dan red ik het misschien voor mijn dochter. Dus ik ben begonnen met hetzelfde topje. Het is een gratis patroon overigens. En het patroon bevat, nou, echt heel veel maten. Van XXS, wat dus echt een kleine kindermaat is, vind ik, tot aan XXXXL. Hartstikke groot. Dus ik heb de allerkleinste maat genomen. En daar ben ik aan begonnen. Daar moet ik sowieso voldoende garen voor hebben. Maar ik vind hem wat krap. Mijn dochter wilde graag een wat korter topje. Dus ik dacht, dan doe ik alleen dit. En dan zo meteen hier nog een boordje eraan. Maar als ik hem bij haar zeg maar zo doe. Ja, dat is bij mij natuurlijk nu niet representatief. Dan zit hij best wel strak. En dat vind ik niet leuk. Ik vind wel dat hij een beetje soort losjes moet vallen. Dus ik denk dat ik nog een keer opnieuw ga beginnen. Het vervelende is alleen dat deze... Je begint met het eerste driehoekje. En dan begin je met het tweede driehoekje. En dan haak je ze aan elkaar en dan ga je door. Dus dat eerste driehoekje, dat heb ik nou al... Even kijken, hij is gevallen, zie ik. Dat heb ik nou al een paar keer zitten doen. Dit was volgens mij nog van mijn versie. En nou ja, ik heb natuurlijk dan nog deze. Dat was de andere kant. Dus ik heb die punt uitgehaald om dan weer de punt voor mijn dochter voor te maken. Want ja, ik heb dus niet meer garen. Het is niet zo dat ik kan zeggen, oh, ik kijk wel. Dus ik moet er wel... Nou, ik kom er wel mee uit. Met het garen kom ik er nu wel mee uit. Maar ik wil hem gewoon net iets groter hebben. Dat ze daar wellicht ook volgend jaar nog plezier van heeft. Dus deze vond ik nog. Die ga ik ook afmaken. Ik hoop dat dat ook nog voor deze zomer gaat lukken. Ik ben gewoon streng voor mezelf nu. Ik heb de missie om dat echt af te maken. Dus ook daar ga ik jullie van op de hoogte houden. Om dit echt zo snel mogelijk af te maken. We gaan het zien. Goed, waar ben ik dan nog mee bezig? Ik heb... Ja, sokken wil ik het nog even over hebben. De laatste paar sokken die ik heb gemaakt, dat zijn deze. Dat zijn hele leuke sokken geworden. Ik heb een bolletje gekocht. Ga ik ook even opzoeken. En de toetoetoet. Nee, niet de toetoetoet. De Drops Fabel Longprint. Ik heb één bolletje gehaald. En dat is gewoon een 50 grams bolletje, geloof ik. Ik zal hier nog... Ik heb ook nog deze namelijk gehaald. Drops Delight print. En het is een 50 grams bolletje. Deze heeft 175 meter. Ik weet even niet hoeveel die andere had. Of wacht even, dat kan ik natuurlijk wel zien. Even kijken. Deze is wat langer. Die is 205 meter. 50 grams. Ja, ik was begonnen met de eerste... Nee, ik had het bolletje. Ik was gelukkig zo slim. Dat ben ik niet altijd. Ik was gelukkig zo slim om het bolletje in tweeën te splitsen voor twee sokken. En ik begin altijd bij de teen. Dus dat vind ik fijn. Ik vind een teenbreien vind ik fijn. Ik heb de teen gebreid met de Turkish cast on. En dan vervolgens... wat doe ik dan? Ik meerder tot 60. Of ik heb tot 60 toeren gemeerderd. En mijn voet is 70 toeren. Ik heb maat 40. Dus dat is wat voor mij dan lekker zit. Ik heb de Shadow Wrap Short Row Heel gebreid. Die heb ik de laatste paar keren gebreid. En vervolgens heb ik een... Wat is het? Een 4x2 rib gebreid. Wat heel fijn zit om je enkel. Ik merkte al gauw dat ik natuurlijk niet genoeg had voor een lange sok. En toen dacht ik, ach weet je, dan doen we er maar zo'n soort enkelsokje van maken. En dat is eigenlijk heel fijn, zeker nu voor het voorjaar. Ik heb ze een paar keer in mijn sneakers gedragen. En je zou ze eventueel ook nog een beetje kunnen oprollen als je ze wat korter wilt. Ik draag ze gewoon zo eigenlijk. Want je enkel zit ongeveer hier. En dan valt het net zo over je enkel heen. En dat zit eigenlijk prima. Ik vind het printje ontzettend leuk. Echt heel leuk. Ik denk zelfs dat ik hier wel graag een keer een truitje of iets van zou willen maken. Want ik hou echt van deze kleurtjes. Een beetje pastel met roze. Dat is echt super. En ja, ze zijn heel leuk gelukt.
Dus ik heb nu nog een bolletje van deze. Ik vind nu dat de i'tjes korter is, maar dat zal niet zoveel uitmaken. En eerst dacht ik, ga ik dan... Hè, omdat ik dus hier niet genoeg had voor een lange sok... Ga ik dan hier een teen, andere teen en een andere hiel, andere boord in maken? Ik weet het nog niet, want ik vind dit model ook heel fijn. Dus misschien maak ik gewoon wel dezelfde, maar dan een donker sokje. En dan heb ik twee kortere paren sokken. Super, ja, ben er heel blij mee. Maar over sokken gesproken. Ik heb een tijdje geleden ook nog deze gebreid. En dat waren de Twizzler socks. En die kon je meebreien in een knit-along georganiseerd door Sunny Designs en Designed by Tini. En dat was een patroon van Tangled Becca. Een gratis patroon die je kon volgen om dan samen deze sok te breien. Deze sok heb ik gemaakt van mijn andere streng uit de Knit Crate. Die heb ik ook al eerder laten zien. Het is, hè, voor degene die het niet kent, de Knit Crate is een surprise box. Je krijgt dus iedere maand garen, maar je weet niet wat. Ik kreeg deze toen. En ik weet niet of ik daar nog het... Ja, ik heb daar nog het labeltje van. Dit is 70% superwash merino, 20% tencel en 10% nylon. En ik denk dat dat toch niet helemaal geschikt is voor sokken. Althans, zo heb ik het ervaren. Ten eerste kan je zien dat ze enorm pillen. Eigenlijk hebben mijn kinderen ze niet in schoenen gedragen. Enkel van de winter thuis op de bank of soms in bed. En je ziet al, hij is al helemaal aan het doorslijten. En dat is deze. En deze sok, die had het helaas niet overleefd. Die begint hier ook al te slijten. Maar hier zat dus een enorm gat. Super jammer. Ik had eigenlijk alles opgebreid in mijn Noord-Easterly blanket. Dus ja, ik had eigenlijk geen restje bewaard voor deze. Want ik hou niet zo van restjes en rommeltjes. Voor mij, ik vind het veel fijner als iets lekker opgeruimd en weg is. Dus ik heb uiteindelijk uit mijn, hoe heet dat nou, langjarns. Ja, wol. Ja, die hebben altijd een klosje in de sokkenwol. Met van dat extra stevige garen. Daar had ik nog wat van over. Dus dat heb ik hier ingemaast. Ja. Ik heb dit niet volgens een hele specifieke nette methode gedaan. Ik weet niet of je het zo kan zien. Ik heb gewoon een beetje gevlochten. Dus de randen opgepakt. En dan een beetje erdoorheen gevlochten. Ja, ik ben dus niet echt heel blij met deze sokken. Het is veel werk, hè, sokken breien. Om dan vervolgens na 2 maanden eigenlijk al te moeten stoppen. Vind ik niet oké. Misschien ligt het ook wel aan de manier waarop mijn dochter ze gedragen heeft, hoor. Maar toch, ze pillen ook enorm. Ik vind ook echt geen mooi garen. Dus nee, niet zo blij mee. Mijn zoontje heeft ook een paar. Die heb ik nu niet hier bij de hand. Maar die zijn gewoon plain en de hiel is een ander kleurtje. Kijken hoe lang die ermee gaat doen. Daar zit nog geen gat in. Maar ja, ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel van. En dat brengt mij op dit paar sokken. Want dit zijn mijn allereerste sokken die ik gebreid heb. Die gingen moeiteloos. Ik vond dat helemaal niet moeilijk. Ik heb daar echt van genoten. En besloten om lekker vaker sokken te breien. Deze zijn weer van... Even kijken. De Durable Socks. Dit is de Seagrass kleur. Ja, hartstikke fijne sokken op zich. Maar helaas, helaas, ook deze zijn alweer aan het sneuvelen. Nou heb ik deze gebreid in 2020. En... Nou, er zit ook hier iets op in. Nou, geen idee. Nou, je ziet het. Hij is echt helemaal aan het wegslijten. En in de hiel... Er zit een enorm gat.
En ook de andere paar zit nog geen gat in, maar ja, dit gaat ook niet de goede kant op, zullen we maar zeggen. Dus ja, wat vind ik daarvan? Ik baal daar wel van. Ik draag ze wel vaak, moet ik zeggen. Ik heb deze wel vaak gedragen, want het was mijn eerste paar. En ik had niet meteen heel snel een nieuw paar op de naalden. Dus ja, het heeft er misschien ook wel mee te maken dat ik ze veel gedragen heb. Maar al met al denk ik, ja, als ik elke keer die sokken moet gaan lopen stoppen, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Ik zou natuurlijk op een gegeven moment ook daarvoor kunnen kiezen om wat meer chirurgisch werk te verrichten. Door het been af te knippen en de rest weer eraan te breien. Ik weet niet of ik daar dan weer zoveel zin in heb. Nou, we gaan het zien. Ik wil nog even laten zien dat deze, mijn kerstsokken, die zijn echt fantastisch. Dit is een ontzettend dik, fijn wolletje. Er zijn ook nog helemaal geen sporen van wat dan ook. Terwijl ik deze ook echt in de winter veel draag. Maar je voelt het ook echt. Dit garen is echt een stuk dikker dan dit garen bijvoorbeeld. Ik heb dat wel eerder laten zien. Ik denk niet dat je het zo heel goed ziet, maar ja, ze zijn echt, echt super fijn. En dit is de, even kijken, de vlotte sokken van Relana Garnen. De Christmas edition, zoals je kan zien. Dus ja, zoek je een goed wolletje, dan ik ga deze zeker ook nog een keer bestellen. Want ik vond dit heel fijn. En er zit heel veel op een bol. Je kan daar echt, ik heb deze sokken dus extra lang gebreid. En ik heb nog een heel stuk in mijn Northeasterly kunnen breien. Dus dit is wel zeker een aanrader. Ja, en dan de plannen voor de volgende projecten heb ik nog niet klaar. Ik denk dat ik weer sokken wil maken. Want dat vind ik ook altijd een super lekker ontspannen werkje. Ik ga natuurlijk door met deze. En ik ga door met de For the Frills Seabreeze tanktop voor mijn dochter. En dat is hetgeen waar ik de komende tijd aan ga werken. Leuk als je gekeken hebt. En leuk als je me ook volgt op Instagram. Je kan me volgen op Woelies en op Wereld van Woelies. En als je meer van mijn producten wil zien die ik verkoop, dan kan je in mijn Etsy shop kijken. En uiteraard kan je ook op dit kanaal abonneren. Hartstikke leuk, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.